Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 6 februari van Weerplaza. Vandaag was het een fraaie winterdag met veel zonneschijn op veel plaatsen in ons land. Alleen in Limburg was er meer bewolking, maar bleef het nagenoeg droog. De bewolking boven Limburg hangt samen met een storing boven Frankrijk. Daar ligt een lage drukgebied en dat laagdrukgebied levert winters weer in Frankrijk op... In onze omgeving blijft het het komende etmaal droog en donderdag ook pas vrijdag krijgen we te maken met een storing die van west naar oost over ons land trekt. Maar vanavond dus droog weer, opklaringen op veel plaatsen, alleen in Limburg nog bevolkt en het gaat 1 tot 4 graden vriezen en de wind die zwakt geleidelijk aan af. Vannacht staat er amper wind en dan gaat het matig vriezen. In Groningen, Friesland en Drenthe 8 graden. Elders ligt de temperatuur rond een graad of 4. En morgen gaat de dag koud van start. muts en sjaal zijn zeker wel nodig. De temperatuur hier op deze kaart. Dat zijn de temperaturen voor de middaguren. Zo rond een uur of 1 uh, wordt het maximum bereikt. En dan ligt de temperatuur net iets boven nul. Het ziet er aardig uit, net als vandaag. Veel zonneschijn en droog weer. En niet al te veel wind uit uiteenlopende richtingen. Dan gaat het voor donderdag geleidelijk aan veranderen. We zien wat meer bewolking, maar de zon breekt hier en daar ook door. En het wordt 3 tot 4 graden in de middag bij een zuidelijke wind. Vrijdag hebben we dus die storing die van west naar oost over ons land trekt. Met later op de dag mogelijk sneeuw. En als er sneeuw valt, valt er hooguit anderhalf centimeter. En in het weekend zien we ook wolkenvelden. Zaterdag blijft het droog en dan ligt de middagtemperatuur rond een graad of vijf. Ik ben Diana Woei van Weer Plaza.